Licht in huis of elektriciteit is voor ons heel vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld op het platteland van India is dat wel anders. Bedrijf Rural Spark wil daar eens aan gaan doen en niet door bijvoorbeeld met de overheid een heel elektriciteitsnet aan te gaan leggen, maar door met techniek de ondernemer in de kansarme Indiër wakker te maken. Goedemiddag. Een heel bord bij. Ja. Zo, Harmen, jullie brengen licht en elektriciteit naar India. Klopt, ja. Hoe werkt het? Het begint eigenlijk met een simpel kastje. En dat, ik pak hem er even bij. Dit geven wij aan mensen in India en daarmee wekken ze energie op. En hier hangt een zonnepaneel of een andere energiebron aan. Windturbine, ja. Ja, wekken ze energie op en die gebruiken ze zelf en die verkopen ze aan hun dorpsgenoten. Dus je krijgt een kleine energieleverancier in een dorp. India, dat is een totaal andere cultuur, een totaal ander land. Je zet zo'n kastje neer en dan laat je hem daar staan. Wat doen die Indiërs ermee? Dus wij komen daar met een product en daar zijn ze in het begin redelijk sceptisch tegenover. En dan gaan ze dat gebruiken en ontstaat er echt in het dorp een energienetwerkje, heel kleinschalig. Mensen komen met en gaan met hun lampjes, laden het op bij degene die het van jullie huurt. Ja. En dan, precies, ja. Ja. Houden ze het zo als jullie het aanleveren of wordt daarmee geknutseld? Nee, we hadden een eerste kit, die zag er ook iets anders uit. Hadden we denk ik 2 weken ergens staan en toen kwamen we terug. En toen zagen we dat er aan de kabel die hier naar binnen komt, daar hing een klein adaptertje aan en daar werden wat telefoons aan opgeladen. Dan hadden ze even zelf het systeem gehackt. Gaan ze rommelen met jullie idee? Ja. Is dat erg? Nee, wij waren er blij mee. Want nu leveren wij dus bij elke kit dit soort kabeltjes waarmee ze hun mobiel op kunnen laden. Dus iets veiliger als dat je zelf die kabel gaat doorhalen. Maar dit is een innovatie die dus uit India komt. Zij hebben bedacht, dit moet er ook bij. Niet de techniek, dus niet het zonnepaneel, niet dat kastje is innovatief, maar de ontwerpmanier, het aan laten rommelen eigenlijk. Ja. Het is sociale innovatie. Nee, klopt. Wij proberen echt gebruikers te activeren. Dus wij komen met een middel voor hun om energie op te wekken. En daarmee beginnen zij het energienetwerk te bouwen. Het moet groter, lijkt me, de volgende stap. Door middel van simpele energiepakketjes wisselen ze het overschot en energie uit. Dus daarmee kun jij jouw overschot verkopen, extra inkomsten. En als je tekort hebt, kun je toch aan je behoeften voldoen doordat je dit soort cubes kunt kopen. Ja. En dan krijg je dus een slim energienetwerk waarbij je verschillende bronnen aan elkaar koppelt. Ja, dat noem je een smart grid, maar het is eigenlijk niks anders dan het uitwisselen van volle batterijen. Ja, ze zijn dus echt actief bezig met het neerzetten van dat netwerk. Dus voor hun een inkomstenbron, het is een toegang tot een faciliteit die ze anders nooit hadden, energie. Creëert ondernemers eigenlijk. Ja. Dit zijn echt mensen die nu met jullie energie handelen. Hoeveel zijn het er al in totaal? 27 aansluitingen hebben we op dit moment. En binnen een paar maanden moeten we op 100 zitten. En jullie moeten er natuurlijk ook geld aan verdienen. Het is die verhuurconstructie. Hoe groot moet het worden voordat het voor jullie leuk wordt? Ja, het lijkt erop dat om de hele organisatie economisch draaibaar te houden. Mm-hmm. Dus dat we economische continuïteit kunnen genereren. Dat we ongeveer 15.000 aansluitingen nodig hebben. Flink. Dan, ja. Dit is een leuk idee voor India. Wat hebben we daar in Nederland aan dit verhaal in India? Wij hebben dus echt gemerkt dat als je een slim energienetwerk wil neerleggen, en dat willen we hier in Nederland ook, hier komen ook de smart grids, dan is het essentieel dat die gebruiker participeert. En dat zien we dat ook nodig lijkt te zijn hier in Nederland, waar we die smart grids ook willen, maar de gebruiker die gaat nog niet echt mee. Eigenlijk is India voor jullie of voor ons een testcase hoe het in Nederland zou moeten en hoe basic ook, zij lopen daarin voorop. Ja, wij denken dat we daar meteen het goede energienetwerk kunnen neerleggen en de ervaringen die wij daar leren een vertaalslag nodig hebben, maar uiteindelijk ook in Nederland toepasbaar zijn. Ja.